tijden met een aplomb gebracht, vanuit expertise natuurlijk prima. Maar Gommers zegt dan er zal geen kerst zijn dit jaar. En dat is die toch wel een beetje raar van een dokter. Ja, daar gaat het toch niet over? Zeker. Nou, hij zegt dat we het misschien een keertje over moeten slaan. Nou, er zit een suggestie in van jongens, dat kan zo niet. Ja, ik vind het, laat ik van mijn hart geen moordkuil maken. Mijn moeder belt mij meteen op. Mona, je laat me toch wel niet alleen zitten met kerst. En dat is wel ook de wereld die hier achter weg komt. En waarom ik ook zou willen vragen, wees nou een beetje voorzichtig. Want er zijn heel veel op een andere manier kwetsbare mensen die hierdoor gewoon angstig worden. Maar dat zegt u dan eigenlijk tegen Diederik Gommers? Ja. En Jaap van Dissel? Zeg dat nou niet. Nee, ik heb de heer Van Dissel dat nog niet horen zeggen. Maar anders zou ik het tegen hem ook zeggen. Ja, nou, die zat zo net in Nieuwsuur. Die zei, ja, kerst met weinig mensen. Nou, hebben, ja, maar dat is wat anders. Dat is wat anders. Ja. Dat we met elkaar opletten en ons proberen te houden aan de adviezen die gegeven worden, dat is een feit. Ja. Want dat is namelijk de manier om ervoor te zorgen dat in de ziekenhuizen de zorg door kan gaan. Maar meneer Gommers is een arts van formaat, die we inmiddels allemaal kennen. En als die dus zegt, nou, dit jaar maar geen kerst. Ja, mijn moeder, dat zal trouwens, volgens mij krijgen we die telefoontjes dan allemaal. Die maken zich meteen zorgen. En dat, ja, natuurlijk. Punt gemaakt. Nou, Erfkerpers. Ik heb het gezegd. Dit is het is zomaar iemand uit het kabinet, hoor. Maar, maar dat is natuurlijk wel een dilemma voor de arts.